François, 3 punten, gefeliciteerd. Het was toch nog wel even billen knijpen volgens mij. Ja, onnodig. Dan gaan ze opportunistisch spelen. We geven eigenlijk een goal uit het niks weg. We hadden eigenlijk daarvoor al met Jellert 3-0 kunnen maken en dan is de wedstrijd klaar. Ja, dan gaan ze opportunistisch spelen. Maar goed, daarin hebben we eigenlijk niks weggegeven. Daarin is het lange bal en het publiek er wat achter. Dan lijkt het uiteindelijk heel wat. Maar volgens mij hebben we nogmaals niks weggegeven. En hebben we ons prima staande gehouden. Jellert van Lanschoot, je maakt de winnende treffer in je derde wedstrijd voor NEC. Hoe sta je hier? Klopt. Hier staat een gelukkig mens. Ik ben enorm tevreden. Ik ben hier gekomen met het doel om terug veel speelminuten te nemen. En niet alleen om te spelen, maar ook belangrijk te zijn voor het team. En dan ben ik blij dat ik vandaag direct belangrijk ben voor de overwinning. Maar ik denk dat het niet aan mij ligt of wie dan ook. Ik denk dat we als team gepresteerd hebben en als team gedaan hebben. Dus het zijn gewoon de 3 punten genomen door het hele team. Even teruggaan naar de eerste helft. Er zat een aardig verschil tussen de eerste en de tweede helft. De eerste helft wisten beide ploegen eigenlijk niet veel te creëren. En op een gegeven moment kregen jullie wel de geest in de tweede helft volgens mij. Ja, we hadden wel het idee dat we wat ruimtes lagen om te voetballen. Daarin waren we soms wat slordig en wat traag van achteruit. Vooral aan onze rechterkant lag veel ruimte om de vrije man te vinden. Maar goed, dat hebben we in de rust geprobeerd wel wat recht te zetten om daar wat meer over die kant te spelen. Ja, uiteindelijk doet een tegenstander natuurlijk ook wat, hè, met een wissel. En uiteindelijk gingen ze natuurlijk met 4 spitsen spelen. Nou, dan komt het mooi uit dat we in de voorbereiding met 5 verdedigers hebben gespeeld. 5-2-3, dus dat hebben we nu toegepast. En dat hebben we prima gedaan met elkaar. Ja, je weet het. Het is altijd moeilijk. 0-2, we scoorden die 0-2. Dan 3 minuten later krijg je de kans op 0-3. Dan moet ik die misschien afmaken, dan zijn de boeken toe. Maar dan weet je, dan maken zij nog de 1-2. Dan weet je dat ze volop op de aanval gaan. Gaat het publiek erachter staan. Maar goed, op zich hebben we alles goed rustig, de rust bewaard. En hebben gewoon de 3 punten mee naar NEC. Ja, daarvoor had je toch nog even wat minder grip. Komt dat dan vooral omdat zij ineens zo opportunistisch gaan spelen met 4 spitsen? Of laten jullie daar zelf toch ook een klein beetje gaan? Ja, een beetje van beide, denk ik. Het eerste kwartier naar rust was prima. Dan kregen we die kans met Jellert van Lanschoot. Met een breedte bal van Braken, volgens mij. Die tegen iemand opschiet vlak voor de lijn. En uiteindelijk die goal, ja, die zet de wedstrijd een beetje in die zin op zijn kop. Dat zij wat opportunistisch gaan spelen. En wij onder de druk moeilijk aan het voetballen komen. Maar wat ik al zei, volgens mij hebben zij daar niks uit gecreëerd. En hebben we echt geweldig als team gevochten. Net zoals afgelopen maandag om het resultaat over de streep te trekken. En ik denk uiteindelijk ook dik verdiend. Ik zag je na de omzetting, toen Frank Sturing het veld in kwam, even op rechts buiten spelen. Is dat een positie die voor jou bekend is? Ja, niet bekend. Superveel heb ik nog niet gespeeld. Maar ik heb er al gespeeld 2 jaar geleden. Dus, maar goed, ik zeg het. Voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit als de coach mij daar zet. Dan geef ik me gewoon 100% voor het team. En dan zo zie je maar dat je ook in de trainingen en zo altijd moet klaar zijn om dingen ook op te pikken. Als je dan op rechts buiten staat, moet je weten wat er van u gevraagd wordt. En ik denk dat ik het probeer goed in te vullen heb. Dus ik ben alleen maar tevreden. Ja, die omzetting, dat was een bewustzijn, neem ik aan, met Frank Sturing centraal erbij. Ja, ze gingen met 4 spitsen spelen, hè, met 2 centrumspitsen. Dus het was eigenlijk 1-1. We gingen eerst met de punt naar achteren spelen met Tom van der Looy kort daarvoor. Om die tweede ballen op te vangen. Ja, uiteindelijk weet je dat zij gewoon lange ballen gaan spelen. En dan is het prettig als je daar een kopper tussen hebt staan. En een vrije man nog achterin hebt. En ze hadden maar 2 middenvelders, dus het kwam precies uit met onze middenvelders. En wat ik zei, daar hebben we volgens mij niet veel in weggegeven. Ik denk dat we zelfs nog even wat slimmer kunnen zijn in het counteren. En wat ik begreep, de goal van Okita was zelfs niet eens buitenspel. Dus was het misschien wel klaar geweest. Maar goed, dat is nu even achteraf. Hè. Ik zag je ook vrij veel coachen naar je medespelers. Is dat een rol die jou wel ligt? Ja, ik ben iemand die probeert het team op sleeptouw te nemen. En ik voel me goed in mijn vel en dan kan je ook iets meer. En dan ga je ook andere spelers aancoachen. En ik doe het alleen maar om als team de punten te nemen. En dat is alleen maar goed om elkaar niet te laten verzuipen, maar echt elkaar aan te coachen. Ja, goed in je vel. Hoe zijn de eerste weken in Nijmegen bevallen? Ja, echt heel goed. Ik ben hier toegekomen. Iedereen was gelijk vriendelijk. Iedereen nam me gewoon in de groep. En dan voel ik veel vertrouwen en dan vertaalt het zich op het trein. Ja, dan nog even iets anders. Volgende week sluit de transfer deadline. Verwacht jij dat er nog iets gebeurt binnen de selectie? Ja, zeg het maar. Ja, ik weet het niet. Jij bent de trainer. Ja, maar ik ben trainer, maar ik ben geen TD. Dus daarvoor moet ik naar Wilco verwijzen. Geen idee wat daar allemaal speelt. Er kan heel veel op de achtergrond spelen. Er kan uit het niks wat gebeuren. Er kan zelfs wat gebeuren met spelers waarvan je denkt van daar gebeurt niks mee. Dus dat is allemaal koffiedik kijken. Maar dat hebben alle clubs. Volgende week weer een thuiswedstrijd. Zin in? Ja, absoluut. Ik denk dat we nog iets recht te zetten hebben na de eerste thuiswedstrijd tegen Eindhoven. Ja, het verlies dat eigenlijk niet kon. Dus ik denk dat we volop nu hebben we de eerste 3 punten. En nu moeten we gewoon doorgaan op dit elan. En voor het thuispubliek moet het zeker lukken.
Maar eerst nog even genieten van deze overwinning op weg naar Nijmegen terug, denk ik. Ja, laten we dat maar even doen. Hè. We komen in die zin van ver. En ja, wat ik net ook zei, dat is de doping voor deze gasten. Hè. Doet veel met het zelfvertrouwen. Top, dankjewel. Succes. Ja, nou ja, dat hoort erbij, denk ik.